Hallo allemaal en welkom bij een Flash Animation Game van de aflevering 1 van de 4, namelijk The Adventures of Henry Stickmin. Er zijn 4 delen en het is een hele grappige kleine minigame die je gewoon gratis op internet kan spelen. En het zijn minigames trouwens, dus er komen nog 4, deze aflevering gaan we de eerste 2 spelen en de volgende aflevering gaan we de derde en de vierde doen. Dus er komen 3 afleveringen aan. Dus play. De bedoeling is dat wij in de bank gaan inbreken. En er zijn verschillende manieren hoe. We hebben een laser drill, explosion, tunnel, teleporter of een disguise. Dus wat gaan we gebruiken? We gaan een tunnel graven. We moeten gewoon... Ha, dat is een Zelda referentie. Oké. Dat is een aardig flesje van een beetje game. Ja. Veel. Dus wat nu? De explosion. We gaan ze even allemaal af. Oh, dat is niet slim. Niet slim. Niet doen, niet doen, niet doen. Ja. Dat werkt ook niet. Moet je ook gewoon geskilled zijn in explosies. Laser drill. Werkt dat? Dit is de eerste, dus er is nog veel. Ja. Henry wil helemaal doen. Oké, wrecking ball. I came in like a wrecking ball. Sorry, dit moet even een grapje maken. Wat? Teleporter? Dit gaat sowieso verkeerd weer. Dit gaat weer verkeerd. Nou, oké, dan alle krempjes doen we dan disguise. Lekker slim. De vraag is, hoe heeft hij dat ding dichtgekregen? Hoe heeft hij dat knopje dichtgekregen? Yeah, how did we lose one? I think we should throw it in the bank, just to be safe. Oké. Wauw, dat is wel extra. Gewoon naar binnen. Yeah. Oh, ja, oké, mislukt. Nou, dat was het. Dat was het eerste deel. Ja, er waren maar heel weinig dingen. Maar we gaan nu naar deel 2. Hij is helemaal kapot. Maar geen zorgen, we gaan nu naar deel 2. En die is net wat langer. Dus tot zo dan. En we zijn terug met Escaping the Prison. Ja, ik vond eigenlijk dat dit... ik vind deze animatiegames zijn echt gewoon geweldig. Het zijn zulke droge kleine dingetjes. En het is leuk, geloof me. Not really, but you've got a package. Yay, we maken weg. Ah, kom op, rotzak. Haven't we, Dave? What? Yeah, of course I checked it. I mean, if I didn't check it, I'd lose my job. I don't want to lose my job. Ja, natuurlijk hebben ze gecheckt of er wat in zat. Haha. En er zit een taart in met iets. De vraag is, wat gaan we nemen? Weet je wat, we gaan proberen alle slechte dingen als iets te halen. Dus we doen de teleporter, denk ik. Ready? Teleporter. Fire! Oh nee. Oh. You can't seem to get hang of that thing, can you? Ja. Ik kan maar. Ja, maar dat is de referentie naar het eerste deel natuurlijk. Daarom deed ik het eerste deel eerst. Ja, hij kan maar niet overweg met de teleporteur. Energy. Oké. Lekker drinken. Oh, die ader ook, die ader. Wat? Hoe blijft dat zweven? Oké. Wat? Wauw, dit is echt droog. Oh, dat zijn echt gemeen. Nou, dan gaan we even... Gaat hij in de prullenbak? Gaat in de prullenbak. Ja. En dan heb je gewoon... Oh, die ader op zo heel snel kloppen. Kijk dan. Lekker die donut mee. Wauw, dat is echt hoog. Jee, het is gelukt. Maat. Maat. Energy. Side effects include nausea, headaches, rapid heartbeat and possible of stroke and a heart attack. Well, that's good to know. Oké, dus zal ik even vertalen. Misselijkheid, hoofdpijn, snelle hartslag en mogelijk verstikking of hartaanval. Wat? Nou, dat is goed om te weten. Oké. Cellphone, drill, rocket. Rocket launcher. Knal die dingen eruit. Knal dat ding eruit. Wat? Wat? Way to aim, buddy. Ja, en zo als hij toch geraakt had geschoten, dan was hij toch zelf ook ontploft. Oké, dit wisten we gewoon dat dit fout ging. Gewoon de oude manier, de vel. Die gaat vast ook niet werken. Raam. Zit toch op de eerste verdieping, toch? Nee, dus niet. Lukt het voor je lip. Oké, file. Cel door. Kijk of dat lukt. Dit gaat eeuwen, dit duurt echt heel lang. Oh, hij heeft ons gelegd. Pok. Oké, moet hier snel klikken. Hey, he's escaping. Oeh. Snel de kast in. In de kast. En niet meer uitkomen. Go check yourself. Is dit dan de granatenriem? Granaten, denk ik. We hebben genoeg munitie. Oh, kom op, Dombo, wat doe je nou? What the fuck? I don't even know what to say about this one. Retry. De stoel. Rechts. Ja, hoe gaan we ooit naar beneden komen? Dit is wel met de rope, denk ik. Zit het gewoon in die kist? Ah, nee toch. Oh, we zijn niet dood. We zijn niet dood. Oh, wauw, door de bank. Ah, door dat ding. Dit is af. Retry. Jetpack. Wat? You're back. Ah, ik dacht dat het faal was. Nou, dat gaat wel lukken, denk ik. Nee. You're back. It takes many hours of jetpack training before you can aim to upper. Wat? Waarom? Het ziet er zo makkelijk uit op de tv. Oké. Parachute. Enig versneden nog. Trek hem open. En serieus? Serieus? Hij is niet dood van de val, maar dit ding op zijn hoofd. I think that was a regular backpack. See what happens by your swim. Oké. Dus zijn het gewoon de plungers. Tuurlijk zijn het de plungers. Tuurlijk. Tuurlijk zijn het die. Tuurlijk joh. Natuurlijk. Sneaky ending. Maar de muziekje is wel awesome, dat moet ik jullie toegeven. Ik vind de muziekje awesome. Oké, try for a different ending. We hebben de vuil gehad, de cellphone. Fletcher Reed, dat is een... Witness, dat is, please continue your testimony. Een rip-off zeg maar van Liar Liar. De film met Jim Carrey. I was riding alongside my partner in the armored van. Dit is een side-end. Spotted a bag on the side of the road. Got out and eventually decided to throw the bag in with the others. We didn't know there was someone hiding in there. Objection! So, the defendant crawled into that bag in order to break into the bank. Dus we moeten bewijzen dat we onschuldig zijn. Objection. Is it not obvious? Wow, prachtig haar. Is it really that obvious? I have proof that the defendant didn't hide himself in that bag. Well then, what are you waiting for? Present this evidence already. Wat gaan we kiezen? Mysterious device. What is this? It's evidence. And present? How exactly does this prove anything? Well, I was just kidding. Let me try. This is no time for jokes. I see no reason to further prolong this trial. I find the defendant, Henry Stickmin. What? Ah, nee! Guilty! Retry. Take that! Scuising bag die hebben we gebruikt. Is that the bag the defendant hid in? Yes, but there's one thing that's been bothering me. If the defendant really was hiding in this bag, then... How did you tie the knot from the outside of the bag? What? If he was inside the bag, it'd be impossible for him to tie that knot on the outside. But then... Ja, dat sloeg ik me ook af! It's simple. He didn't. What are you saying? I'm saying my client wasn't hiding in that bag at all. He was stuffed in it by this very witness! What? As you can see by this doctor's analysis, the defendant had taken quite the beating. While he was in the bag, he was unconscious! This is absurd. The witness was attempting to dispose of the body. He left the defendant in the bag, knowing he'd drive by it on the way back to the bank. When the witness and his partner passed the bag, he convinced his partner to throw the bag in with the others. But why would he do that? Why, to dispose of the body, of course. There were millions of bags of money in that bank, and the witness knew it would take a long time before the victim was found. But unfortunately for the witness, his victim woke up and tried to escape from his tomb. He was arrested on the spot, and the witness thought everything was over. So it's coming back to haunt him now. You guys can't, this can't be happening to me! Well, that certainly was an interesting trial. However, I am now ready to deliver my verdict. I find the defendant, Henry Stickmin. Yes. Not guilty! Yes! Oké. Dat is gelukt. Yay! Vrijheid! Oh, rent weer van voren aan. Achter de... Lame ending. Ja, saaie einde. Nou, dat was saai. En we hebben nog één ander einde wat op de een of andere manier gegooid. Dat is de drill. You know the drill. Use the drill. What the f... Er wordt gewoon de grond ingeslurpt. Crowbar. Of pesticide. Een muziekje ook. You walk through walls. Just move the blue slide to the right and you'll become opaque. That means you see through for all the unticked folks. Oké. We kunnen de muur heen. Wat? Oh nee. Wauw. Je moet kan met een battle test. Wauw. Oké, retry. Crowbar. Oh, was het zo simpel? Wat? Oh, de trap. Rennen man! Rechts? Ah. Dit is een dentist ook niet. Oké, rechtdoor dan. Oké, daar is een... Een muur naar rechts dan, weg en weer. Stil. Oké! Dat faalt. We houden hier zo voor om naar rechts of naar links te gaan. Recht wil tegen de. Wauw. Wat? Moet dan naar rechts dan? Want ik ga je toch tegen een beetje op tegen de muur knallen. Wat? Oh. Ah, dat is te laat. Zodat ze in de bullets moet. Ja, dat probeer ik toch. Rechtdoor. En dan nog een keer rechtdoor. Dus die rechtdoor. Rechtdoor. Oh, geant! Doei! Oeh, dit gaat niet goed. Ah, dat muziekje. Get ready, oké. Okay. Dit is echt awesome. Klik. Oh, Matrix! What the fuck, hoe kan dat? Met zijn duim, wat? Wat heeft niks? Heeft geen enkel baan van, hoe is dat? Wat? Wat was dat? Badass ending, yes! Daar sluiten we deze aflevering mee af. Bedankt voor het kijken. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet de video niet te liken als je hem leuk vond. Ik zal een link in de descriptie zetten over naar deze games. En dan zie ik je de volgende keer met meer over Henry Stickmin. We zijn ontsnapt. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet de video niet te liken als je hem leuk vond. Vergeet niet te abonneren als je sowieso de stuff leuk vindt op het kanaal. En dan zie ik je de volgende keer weer met meer Henry Stickmin. Yes.